Ja, we gaan anders beginnen. Hallo. Fijn om hier weer te zijn. Ik weet niet, zijn jullie al vaak weer samengekomen? Vanaf september zijn we teruggekomen. September. Oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Oh, fijn, heel fijn. Dat is goed, goed nieuws. Ja, ik zat te denken, de laatste keer was dat ik hier was, maar ik weet dat eerlijk gezegd niet meer. Maar het was voor het corona-gedoe, als ik het zo mag zeggen. Ik heb nog wat roet in het eten gegooid, want jullie hadden een prachtig gemeenteweekend geboekt, dat kan ik me nog herinneren. Maar toch, op het laatste moment is dat niet doorgegaan. Dus, ja, wie weet, binnenkort, je weet het niet, hè? Maar fijn dat ik mocht komen, bedankt voor de uitnodiging. En ik wil met jullie deze morgen eigenlijk gaan nadenken over het volgen van Jezus. Eigenlijk over de woorden, het treden in de voetsporen van de Heer Jezus. En het, ik ga drie gedeeltes met jullie lezen. Het eerste uit Petrus. En 1 Petrus 2. Vers 21. En dan twee gedeeltes uit Matthäus. Matthäus 4 en Matthäus 28. En dus 1 Petrus 2 vanaf vers 21. Ja, enkel vers 21. Ik laat even. Maar zal ik straks ook nog wat over iets los van de context waarin dit vers staat. Maar zal ik straks even verduidelijken. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. En dan naar Matthäus. Ik zal eerst Matthäus 4 lezen. Vers 18 tot en met 20, dat is een heel bekend gedeelte. En dat is de roeping van de eerste discipelen. Ik zal 18 en 19 lezen. Matthäus 4, vers 18 en 19. En toen hij langs de zee van Galilea wandelde, zag hij twee broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. Een werpnet in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tot hen, kom achter mij, en ik zal u vissers van mensen maken. En dan met deze 28. En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de woorden, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en dopende tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen leren te bewaren, of ja, te onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Tot zover de schriftlezing. Dus als ik zei, wilde ik gaan nadenken met jullie over het treden in de voetsporen van Jezus. Dat is ook de reden waarom ik het gedeelte Petrus heb genomen, omdat ik dat eigenlijk een mooie zin vind. Een duidelijke zin, Petrus, en die beschrijft dat als dat we in de voetsporen van de Heer Jezus mogen treden. Maar natuurlijk staat Petrus in de context van lijden. Nou, en ik wilde daar eigenlijk de context deze morgen veel breder trekken. Niet alleen spreken over het volgen van de voetsporen. Voetsporen van de Heer Jezus in het lijden, op alle facetten van het leven. En dat zie je, daar heb ik Matthäus erbij gehaald, want als we Matthäus 4, gewoon de simpele woorden die de Heer Jezus daar spreekt, volg mij, hij ziet daar twee vissers en hij gaat, volg mij na. En mij navolgen is niks anders dan het treden in de voetsporen van de Heer Jezus. En aan het einde van het evangelie, als hij niet eens opgestaan is uit de dood, wat zegt hij dan tegen zijn volgelingen? Hij zegt eigenlijk, volg mij na. Maar dan gebruikt hij de woorden dat ze moesten leren onderhouden, dus heel praktisch doen, wat
Jezus bevolen heeft, wat Jezus geleerd heeft. En dan is het eigenlijk naar ons iedereen, naar alle discipelen, naar alle kinderen van God, is daar de woorden, volg mij na. Stap in de voetsporen van de Heer Jezus. En dan zijn wij hem aan het navolgen. En als ik denk aan die voetsporen, dan moet ik altijd denken, ja, ik weet niet waarom, aan het strand. En het zand, als je op het zand bent, en het zand is wat hard, en je stampt zo met je voet en je haalt je voet weg. Zie je daar je voetafdruk? En als je zo ergens staat en je ziet voetafdrukken, en je volgt zo die voetafdrukken, steeds verder en verder, zie je meer en meer en meer en meer voetafdrukken. En al die voetafdrukken samen, die maken een weg. En één voetafdruk is nog geen weg. Want je weet niet waar die heen gaat. Maar al die voetafdrukken samen volgen de weg die je kan gaan volgen. En wat we geroepen zijn om die te gaan volgen. En de Heer Jezus nodigt ons ook uit, zegt hij in Marcus. En dan zegt hij, wie mij wil navolgen, we hebben geen keuze. Als je hem niet navolgt, dan hoor je niet bij hem. We moeten hem navolgen. Zeg, wil je mij navolgen? En dan moet je jezelf verloochenen. Moet iedere dag je kruis opnemen en mij volgen. En ik wil daar met jullie over nadenken, over het kruis, over het praktisch volgen van de Heer Jezus. En de discipelen in die tijd, die begrepen dat wel. Die hadden die boodschap in Matthäus 28 begrepen van de Heer Jezus. Want later, als we lezen bijvoorbeeld in Handelingen en verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament, worden ze daar genoemd, de discipelen. Het zijn de volgers van de weg. Van welke weg? Ja, ze zijn mijn hoofdletter weg, dus dan wordt het al een beetje verraden. Als volgers van de Heer Jezus. Maar er wordt ook gebruikt de woorden van, dat zijn de volgers van de weg. En als Jezus zelf tegen ons zegt, ik ben de weg. Ja, niemand komt tot de Vader, hè? Door mij. Maar wat, als Jezus zegt, ik ben de weg, wat zal hij hebben bedoeld? Natuurlijk is hij de weg tot de Vader, dat is 100% waar. Maar in het Engels kunnen we het misschien iets beter begrijpen. Als je in het Engels God zegt, this is the way we do things, betekent dat, dit is eigenlijk de manier waarop we de dingen doen. Dus als Jezus zegt, ik ben de weg, dan mogen we ook zien van, oh, maar heel simpel. Zoals Jezus heeft geleerd, mogen we ook leven. Want hij is het voorbeeld in alle dingen. Hij en Petrus in het lijden, maar in Matthäus, alle facetten van het leven. En hij is met ons iedere dag van ons leven. Dus ik wil deze morgen met jullie gaan kijken naar die voetstappen. Maar er zijn enorm veel voetstappen. En die voetstappen staan eigenlijk heel mooi in het evangelie. In alle evangelieën, in Handelingen. Zullen we veel meer kunnen vinden door heel de schrift heen. Dus ik kan maar eigenlijk maar heel weinig erover vertellen. En ik wil denk ik drie voetstappen gaan noemen, of misschien zijn het er vier, we zullen zien hoe ver we komen. Die eigenlijk een stuk tonen van de weg voor het navolgen van de Heer Jezus. Want het zijn er echt ontzettend veel. En ik wil ook uitdagen om dat gewoon eens, als jullie thuis zijn en jullie hebben er zin in, gewoon eens de Bijbel te lezen. Matthäus, maak jij ook evangelie en zoek voetsporen, voetsporen. Om te kijken, hé, wat staat er? En we zingen wel, we volgen Jezus, maar wat betekent dat heel praktisch? En hoe doen we dat? En dan ja, ben ik begonnen gewoon heel simpel in Matthäus. En daar komen de geboorte van de Heer Jezus. Maar daarna, tot aan de doop, weten we niet zo heel veel van hem, van zijn jonge jaren. Maar er staat in Matthäus een klein stukje over de 12-jarige Heer Jezus. En dat is nou een eerste voetstap. Jozef en Maria die waren naar Jeruzalem gegaan met de Heer Jezus om daar het Pascha te vieren. En na het Paasfeest gingen Jozef en Maria en ja, nog meer mensen, die gingen terug naar huis en die liepen naar huis. En onderweg kwamen ze en zeiden, hé, waar is Jezus? Jezus is hier niet, die volgt ons niet. Ze zijn aan het kijken, ze kunnen Jezus niet vinden. En wat gaan ze doen? Dan gaan ze terug naar Jeruzalem.
En daar vinden ze Jezus. En die was aan het onderwijzen in de tempel. En dan komt Maria naar Jezus. En ja, die is een beetje, mag ik zeggen, gefrustreerd. Of paniekerig, of noem maar op, maakt ook niet uit. En dan zegt de Heer Jezus tegen Maria. Ja, maar weet je dat dan niet? Dat ik in de dingen van de Vader moet zijn. Wauw. Dat is een mooi voetstap. De Heer Jezus begreep op 12-jarige leeftijd dat hij bezig moest zijn met de dingen van de hemel, met de dingen van zijn Vader. Ik zou het geweldig vinden. Moet je nagaan, als je een kind hebt en die is 12 jaar en die komt naar je toe en die zegt, papa of mama, wat is er? Ik wil alleen maar bezig zijn met God en met het bouwen van zijn koninkrijk. Wauw, wat een focus. Die Jezus had een focus op 12-jarige leeftijd op de dingen van de Vader. En dat is bijzonder. Hij gaf prioriteit aan de dingen van God. Hij besefte dat God autoriteit had over zijn leven. En hij zei uiteindelijk tegen Maria, een beetje prikkelend vind ik dat, echt zo van, hè? Toen hij zei van, Heer, of Jezus, waarom doe je dat ons aan, hè? Je ouders aan, zo ongerust maken dat je niet meekomt, dat hij eigenlijk een beetje reageert, echt zo van, heb je dat dan niet? Het is de normaalste zaak van de wereld, dat ik bezig moet zijn met de dingen van de hemel. Dus ik denk, eerste voetstap die wij zien bij de Heer Jezus, is dat hij gefocust was op de dingen van God. Dus dat betekent, als wij de Heer Jezus volgen, dan moet onze focus zijn. De dingen van de aarde of de dingen van de hemel? We kunnen heel erg gefocust zijn op de dingen van de aarde. Nou, we worden heel erg afgeleid. En neem maar helemaal corona. Die pakt er zoveel van de aarde van heel de wereld. Maar we mogen de focus niet verliezen. Want Jezus had de focus op het koninkrijk van God. En met de dingen van de Vader. Als we Jezus in de navolgen. Maar wij hebben die focus niet. Volgen we hem dan wel na? Kunnen we wel denken, ik volg Jezus na? Ja, oké, maar dan vergeet je wel een voetstap. Want je moet beginnen op de weg aan het begin. We kunnen niet halverwege op de weg gaan springen. Daar ga ik straks nog meer over vertellen. Ja, want als de weg begint met een goede focus, kunnen we niet beginnen met iets anders, want we vergeten heel veel. We moeten de weg van Jezus volgen. Dus we mogen niet vergeten om de goede focus te hebben, om ons niet te laten afleiden. En om God op nummer 1 te zetten. Dat was een grondhouding. Dat was diep in zijn hart geschreven. Volgen wij deze voetstap? Wat leeft er in ons hart? Willen wij werkelijk God op nummer 1 zetten? En de bouw van zijn koninkrijk op nummer 1 zetten? En te zoeken wat Gods wil is voor mijn leven? Dat prioriteit krijgt. En niet andere dingen. Hij is een hemelse gerichtheid op de koning en op zijn rijk. En dan gaan we verder. Als je dan Matthäus zou lezen, en dan kom je meer voetstappen tegen. Eigenlijk in dit stukje kom je nog een voetstap tegen. En dat zijn de woorden dat hij zegt van, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Zo bijzonder, hè? Want later, als wij door zouden lezen, komen we uit bij de volgende. Wat we zien is de doop van de Heer Jezus. En de doop is ook een voetstap trouwens. De doop is heel belangrijk. Het is niet zomaar iets wat we kunnen overslaan. Dat is een voetstap. Willen wij Jezus volgen? Dopen. Begin aan het begin van de weg. Dopen bij het begin. Want Jezus zegt, leer dopende en leer dan alles onderhouden wat ik je bevolen heb. Hij zegt niet, je moet eerst alles onderhouden wat ik bevolen heb. Als je voldoende hebt, mag je laten dopen. Nee! Voetstap 2 is onwater. Jezus, God, ik wil u volgen. Dat is de bekering. Oké, dan ben je gedoopt. Ja, maar
wil ik niet verder over uitweiden, maar ik wil eigenlijk meer opgaan en over gaan spreken over, maar ik kan ook niet vergeten, ik mag het niet overslaan, maar over het volgende wat de Heer God zegt. Op het moment dat de Heer Jezus gedoopt wordt, wat gebeurt er dan? Dan begint God te spreken. En die zegt, ah, oh, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik wel behagen. Weet je, vinden dat heel raar? Is dat een voetstap? Ja, dat is een voetstap. Dat is een essentiële voetstap. Nou, als we deze voetstappen niet gaan begrijpen, dan kunnen we Jezus niet volgen. En als wij denken misschien van, oh, we moeten in de voetsporen van Jezus treden, dan denken we misschien van, oh, ik moet vergeven, ik moet je dienen, ik moet je lief hebben, ik mag niet tegen jou liegen. En we kennen al die dingen. Natuurlijk zijn dat voetstappen. Maar normaal is, we beginnen bij het begin. Dan zie je op de verkeerde weg. Het strand staat dus niet meer voetstappen. We moeten al de juiste volgen. En daar gaat het om dat God zelf zegt, Jezus is mijn geliefde zoon. In hem heb ik welbehagen. Dat betekent dat het hier ten diepste gaat om, Jezus is mijn geliefde, intimiteit, zoon, identiteit. Geliefde zoon. Dat is zo belangrijk dat wij begrijpen van, oh Jezus, oh Vader, ik sta in uw voetstap, ik weet, ik ben een geliefd kind van u. En in Jezus Christus en door Jezus Christus heeft u een welbehagen in mij. En mijn identiteit is, ik ben een geliefd kind van God. Dat is belangrijk. Dat wij staan in die zekerheid. Dat wij onze identiteit in hem kennen. En dat we groeien mogen in intimiteit. In het liefhebben van de Heer. Jezus had de Vader lief. Willen wij de voetsporen van Jezus treden, dan moeten wij de Vader liefhebben. Anders treden we niet in de voetsporen van Jezus. En misschien af en toe een voetstapje van zijn weg. Maar we volgen niet zijn weg. Want Jezus had een relatie met de Vader. Hij zocht de wil van de Vader als klein kind al. Dus het gaat niet alleen maar om de dingen die ik doe. Maar het gaat om wie we zijn. Die voetstappen gaan daar ook om. Ik heb me altijd zo bijzonder gevonden als op een gegeven moment Mozes tegen God zegt, bij die braamstruik, brandende braamstruik. Maar wie moet ik dan zeggen dat die mij zendt? Wie is dat dan? En wat zegt God dan? Ik ben die ik ben. Dat is identiteit. Het was super indrukwekkend geweest als aan God zeggen van, ik heb dit en dit en dit en dit allemaal gedaan en dit. Het was super indrukwekkend geweest natuurlijk. Het ging niet over zijn daden. Hij zei, ik ben die ik ben. Toen de Heer Jezus op aarde liep, was hij geïnteresseerd. En dan zegt hij op een gegeven moment, wie zeggen de mensen dan niet dat ik ben? De ene profeet, Johannes de Doper. Dat is identiteit. Hij was de zoon van de levende God. En als wij Jezus willen volgen op die weg en in zijn voetsporen, moet onze identiteit duidelijk zijn. Moeten wij vast in staan. Ik ben een geliefd kind van God en hij heeft in Jezus Christus een welbehagen in mij. Niet om wat ik doe, maar om wie ik mag zijn voor hem en door genade en door de Heer Jezus Christus. Want anders kunnen wij de voetstappen van elkaar vergeven, elkaar liefhebben, elkaar dienen, niet begeren, kunnen we allemaal vergeten. Maar dan redden wij dat niet. Dan worden wij onzeker. Dan gaan we twijfelen. En wat gebeurt er dan met de navolging? We gaan stilstaan. Waarom? Omdat de basis niet goed is. De essentie is niet goed. Maar als we alleen maar richten op goede dingen doen. Ik kom wel dingen, ik kom zaterdag schoonmaken, ik doe dit. Dat zijn allemaal prachtige voetstappen. Of bijvoorbeeld de Bijbelschool, dat zijn allemaal prachtige voetstappen. Maar we moeten uitkijken dat het niet gewoon
mooi sociaal leven gaan leiden met een goed moraal, want dan mis je de essentie. Dan mis je de intimiteit met God. En dan mis je de familierelatie met God. Want God zegt gewoon tegen die Jezus met je dood, wauw, dat is mijn kind. Hij hoort bij mij thuis. Ik ben zo blij met hem. Dat is zo belangrijk. Onze identiteit, onze geborgenheid. Anders kunnen wij niet navolgen. We mogen nooit de essentie vergeten. En dus ik hoop echt dat wij in die voetstappen kunnen gaan treden, dat we er vast in staan. Nummer 1. Ik sta vast in mijn intimiteit. Ik sta vast in mijn identiteit met de Heer. En ik zoek zijn koninkrijk. Ik zoek zijn wil. Mijn focus is op hem. En dan kunnen we eigenlijk... Wordt hier nog een ontzettend belangrijk ding genoemd. Hè? In Matthäus, ja, ik heb het niet gelezen, de doop van de Heer Jezus. Omdat ik op navolging en voetsporen de tekst heb uitgezocht en om dat duidelijk te maken. Maar we kennen denk ik wel, hè, de doop van de Heer Jezus. Op een gegeven moment, wat gebeurt als je uit het water komt ook nog? Ja, komt de Heilige Geest op. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Hij wordt vol van de Heilige Geest. En dat had hij nodig. Mag ik dat zo zeggen? Absoluut. Jezus is 100% mens. Hij is ook 100% God. Hij is ook 100% mens. En als, 100%, en als mens op aarde deed hij alles door de Heilige Geest. De Heer Jezus die wandelde in de kracht van de Geest. Hij liet zich leiden door de Geest. Hij was vol van de Heilige Geest. Want hij had het nodig. Want wat gebeurt er dan na die doop? Staat er heel mooi. Leidt de Geest hem. Als je naar de woestijn, als je vol bent van de Geest. Oh, de Geest leidt. En hij leidt naar de woestijn. Wat gebeurt daar? Gelijk de verzoeking. Direct. En daarna lezen we dat hij dus de Geest leidde hem naar de woestijn. En op het einde lezen we, vol van de Geest kwam hij eruit. En toen ging hij de kracht van de Geest ging naar Galilea. En later ging hij naar spreken in, ik dacht Nazareth, maar daar wil ik even vanaf blijven. En dan doet hij een preek in de synagoge en wat zegt hij dan? De Geest van de Heer is op mij. Prachtig toch? Hij was vol. Willen wij Jezus navolgen? Willen wij werkelijk in zijn voetsporen treden? Moeten wij vol zijn van de Heilige Geest? Want ik kan het niet in eigen kracht. Hoe kan ik nou ooit vergeven in eigen kracht? Wij zo spreken. Hoe kan ik ooit mijn vijanden lief hebben in eigen kracht? Als wij niet vol zijn van de Geest, dan kunnen wij de weg niet volgen. Heel simpel. Worden wij teleurgesteld? Gaan we stilstaan? Is het over? Is het afgelopen? Ook het even heel zwart spitsen. Ik bedoel, niet als levens afgelopen. We zijn nog steeds geliefde kinderen van hem. Maar ik bedoel, dan komen we niet zoveel verder in de navolging. Dan komen we niet zo, want als we Jezus verder gaan volgen, dan zien we, oh, wat gaat hij doen? Hij gaat spreken over het bekering en over het koninkrijk van God. Hij gaat zieken de hand opleggen. Hij krijgt demonen uit. En dan komen de prachtige woorden uit de bergreden. Dan kan alleen maar zo vol zijn van de Geest. Want er is namelijk een vijand. En een vijand die doet absoluut niet dat wij vol zijn van de Heilige Geest. Die wil niet dat wij Jezus voetsporen navolgen. En dat is de boze. Zoals de Heer, ik ging niet dicht houden. Zoals de Heer Jezus, hè, zoals ik al zei, na zijn doop, na zijn vervulling met de Heilige Geest, komt gelijk de duivel hem verzoeken. En dat gaat hij bij ons ook doen. En hij zegt echt domme dingen, de duivel. Het zijn echt slinkse dingetjes. Soms heb je het niet eens in de gaten hoe die komt.
En dan gaat hij naar de Heer Jezus toe en zegt: als jij de zoon van God bent, maak dan van die stenen brood. Wat moet de Heer Jezus nou doen? Als hij die stenen niet in brood verandert, dan is het de zoon van God niet. En als hij dan die stenen in brood gaat veranderen, dan gaat hij luisteren naar de dozen. En wat zegt hij dan nog? Hij zegt: als je de zoon van God bent, waar wordt hij Jezus op aangevallen? Wat vergeet hij? Geliefde zoon. De vader zegt: je bent mijn geliefde zoon. De intimiteit. Maar de Heer Jezus, die wist gelukkig beter. Want dat is een groot probleem hoor, als we dat woordje geliefd. En daarvoor vind ik die eerste stappen in naam vond ik zo belangrijk dat we dat geliefde bewaren. Want als ik wel eens denk aan al die voetstappen, dan denk ik: jongens, ik moet ook nog wat evangelie verkondigen. Ik moet ook nog dit, ik moet ook nog vergeven, ik mag niet begeren, ik mag niet mopperen, ik mag moderniezen tegen mijn broers en zussen. Oh, ik was zo zwaar worden. Toch? Waarom kon dat niet vasthouden? De eerste twee, drie voetstappen. En als ik denk van, wat we moesten denken dat als je het woord geliefd weglaat, denk ik heel vaak dan aan die verloren zoon. En die ene zoon was weggelopen en die andere zoon bleef bij de vader. Maar die zoon die bij de vader bleef, die gedroeg zich niet als zoon. Die gedroeg zich als slaaf. Zo kunnen we ons voelen als we niet vast zijn in die intimiteit, die identiteit, niet vol zijn van de geest. Dan kunnen wij Jezus gaan volgen als slaven. Hoor, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Dan zijn we vreugde kwijt van navolging. Dan moeten we dat vasthouden. Daarom is het nog wel zo belangrijk om te beginnen bij het begin. En dan kunnen we verder gaan wandelen. Maar we komen ontzettend veel voetstappen tegen. Dat is ontzettend leuk. Dat is ontzettend interessant. Dat is ook ontzettend eng af en toe. Maar wel leuk. Dat is fantastisch. Dan heb je vreugde in het volgen van Jezus. En als je merkt, eigenlijk heb ik geen vreugde in het volgen van Jezus, dan moet je terug naar het begin van de weg. Naar de eerste voetstappen. Heerlijk. Dan komt daar die vreugde weer. Want ik weet, ik denk dat jullie het allemaal wel herkennen. Dat je soms iets doet. Denkt, ik ga toch een keer naar buiten. Je hebt een opening als je met iemand praat over de Heer. Je ziet een deur waar je in kan gaan om wat te delen. Dat je dat best wel een beetje eng vindt. Maar als je daarna gedaan hebt, dat je wel blij voelt. Snap je? Dat vind ik de vreugde van een kind van God als een wandel in zijn voetstappen. Soms heb ik wel eens met iemand gepraat en denk ik: ik krijg toch om mijn hart om te bidden, om te vragen of hij mag bidden, want ik vind hij zit in een moeilijke situatie. Snap je? Maar als je dat doet, dan heb je die vreugde weer. En je doet het niet omdat het moet, maar je doet het omdat God door zijn geest van je hart legt om het te doen. En dan wordt navolging heerlijk. Dan is dat een vreugde. En dan bouwen we met heel ons hart, met heel ons ziel aan zijn koninkrijk. En dan bemoedigen we elkaar, want we hebben elkaar nodig voor bemoediging. Bemoedig elkaar, bouw elkaar op. Wat is prachtig om te zien dat mensen die weggaan. Ik vond het zo heerlijk. De school is weer net begonnen. En dan, mijn twee oudsten, die zijn naar een andere school gegaan in Pilsen. En er zitten eigenlijk voor meer kinderen van de gemeente. Dus ze zitten daar misschien met 8 mensen van de gemeente. Zo, ik weet het niet, misschien zijn kinderen. Of tieners moest zij kinderen, niet zijn pubers. En dan is het heerlijk om te horen die verhalen. Want dan is er iemand van de groep en die voelde zich niet lekker. Die had erge hoofdpijn. En wat gaan ze doen in de pauze? Op het plein, gaan ze voor die persoon binnen. En er staan kinderen omheen, die kijken echt zo. Ja, die snappen dat allemaal niet.
Dat is toch heerlijk, dat ze snapte Jezus ook niet. Dat is toch heerlijk als je gewoon ziet dat de Heer Jezus zegt, daar zie ik de hand op bid voor, het gaat me helemaal niet om genezing. Dat gaat gewoon om het probleem. Doe het gewoon. Maak het, is Gods probleem wat er gebeurt met alle respect. Dus die discussie weet ik niet aan, maar doe het gewoon. En ze doen het gewoon, ze leggen dat meisje de hand op en dan ben je zo. Vond ik er misschien iemand heel verdrietig en een beetje voor de vreugde die is. Wauw. En het is heerlijk als je ziet dat die mensen die voetsporen van Jezus gaan volgen. Ik ben echt benieuwd wat God gaat doen als wij echt gaan staan in die voetsporen en gaan met elkaar. Wauw. Het is niet voor niks dat de duivel ons daar aanvalt. Omdat het intens belangrijk is. Als het niet belangrijk was, dan hebben we niet aangevallen. Maar we kunnen zoveel diensten houden, we kunnen zoveel goede dingen doen, maar als de essentie blijft, dan zijn we niet sterk. We hebben geen kracht. Als we werkelijk daar gaan staan en zeggen, oh God, ik vind het doodeng, maar ik hoef niet op mijn inzicht te vertrouwen, want u vindt het niet eng. Maar dat we hebben een Heilige Geest ontvangen toen we tot geloof kwamen. Maar dat we ook de spoor houden van de Geest. Hij heeft Jezus geleid in al die voetstappen. En hij gaat ons leiden in diezelfde voetstappen. Dat is zijn hart, dat is zijn verlangen. En dat wil ik deze morgen met jullie delen. En gewoon als bemoediging. Want als ik het allemaal lees van die voetstappen, dan denk ik, oh weer. Maar dat is een negatieve manier om naar te kijken. Ik kan ook zeggen, oh Heer, ik mag nog ontzettend veel leren. Maar wat tof dat het mag. En ik wil je uitdagen gewoon eens te kijken, oh, maar wat legt God op mijn hart als ik dat zo lees in het leven van Jezus uit de Bijbel? Waarom ben ik enthousiast? Heer, wat wilt u doen met mijn leven? Nou, gewoon gaan. Niet laten tegenhouden. En we moedigen elkaar, want we hebben elkaar zo hard nodig. Dat heb ik al gezegd, maar zeg maar. Ik vind de gemeente zo mooi. Maakt niet uit of dat hier is, of daar, maar Gods gemeente is zo mooi, want je broers en zussen die je nodig hebben. We hebben allemaal bemoediging nodig. We hebben hulp nodig. Kom op. We gaan weer in de voetsporen. We gaan weer een stap verder en weer verder. Maar geef nooit op. Geef nooit op. God zegen. Heer, dank u wel dat we weten dat u altijd bij ons bent, Heer Jezus. Dank u wel dat u ons niet alleen laat. Heer, dank u wel dat we deze morgen weer samen mogen zijn. Heer, dat we elkaar mogen zien, elkaar mogen horen. Heer, bovenal willen we ook uw stem horen. Heer, want we zijn geroepen tot intimiteit met de Vader, met de Zoon en met de Heilige Geest. Heer, wilt u ons leiden, wilt u ons hart in vuur en vlam zetten. Heer, wilt u ons vullen met uw Geest. Heer, zodat we in vreugde uw weg zullen gaan. Dat we elkaar in liefde en geduld, Heer, zullen aanmoedigen om dicht bij u te zijn en te genieten, Heer Jezus, van die wij mogen zijn, dankzij u. Heer, en inderdaad mogen genieten, zoals dat lied ook, ons wijzen naar dat land zo ver weg. Heer, maar misschien is het morgen zo ver. Ver weg, maar zo dichtbij, Heer Jezus. U heeft prachtige dingen voor ons. Heer, en leid ons maar. Heer, en geef ons moed en kracht door uw Geest om door te gaan, niet op te geven. Dat hun vreugde zullen maken.